wilden deze vlog beginnen met een home tour in ons appartementje in Horen. A bird sings his song and I hum along in that dream. What a beautiful day. I see children play, bright future heading their way, and I think what a beautiful day. Feel the sun on my skin and I keep wondering how the sun makes me smile and sing. Pick the flowers from the ground, more than I can count. Een hele goede middag allemaal, welkom bij weer een gloednieuwe weekvlog. Alweer de tweede in Hollanda. Ik ben enorm blij met jullie reacties op de vorige video. Het is echt super tof om te zien hoe jullie meeleven met ons. En het is natuurlijk allemaal super spannend. We zitten echt nog in de beginfase. Maar ja, het is gewoon heel leuk om dit met jullie te kunnen delen. En even snel voordat ik deze vlog begin. Ik heb heel vaak de vraag gekregen van Lau, blijven jullie nou permanent in Nederland? Het plan is een jaar. Ik heb het al vaak gezegd, maar ik zeg het nog maar eens. Het plan is een jaar. Dus ik wilde deze vlog beginnen met een home tour in ons appartementje in Horen. Dus laten we snel beginnen. We staan nu in de woonkamer. We gaan even vanuit de gang beginnen. Nou, hier hebben we de voordeur. En dan kom je binnen en dan heb je eigenlijk al direct de hal hier. Dus dit is de hal. Het is een vrij ruime hal. Super fijn. We hebben hier de wasmachine en zo staan. Dan hebben we hier het toilet. Lekker huiselijk dit. Maar zoals je kunt zien, het is allemaal echt gloedje nieuw, dus dat is top. Dan hebben we aan die kant de badkamer. En ik heb net gedoucht, dus mijn handdoeken liggen nog even te drogen. Dit is de douche. En het is zo'n mooie open wand. Heel fijne douche en mooi kastje. Ja, ik ben hier gewoon heel blij mee. In Malaga hadden we ook best wel een fijne badkamer, moet ik zeggen. Maar wat betreft woonkamer, slaapkamer, alles zijn we erop vooruit gegaan. Dus dat is echt heel erg fijn. Hier hebben we de slaapkamer. En het is nog allemaal heel erg kaal. Dit is het dekbed overtrek van mijn ouders. Want die hadden die voor me gewassen. Maar we gaan dit nog allemaal veranderen. En we gaan nog leuke kussentjes en zo erbij kopen. Dat het iets gezelliger wordt. Maar ja, dat is dus gewoon prima. En dan hebben we hier de kast. En we doen het zo dat mijn kleding hier hangt en Tony's kleding daar. En dan hebben we hier nog allemaal ruimte. Dit is Tony's kant, dat is alweer een beetje een troep en dit is mijn kant. Zoveel kleding hebben we natuurlijk nog niet. We hebben alleen wat we mee hebben genomen. En dan hebben we hier nog een extra kamer, een soort logeerkamer. Maar hier staan heel veel spullen van de eigenaresse van dit appartementje en onze eigen spullen. Dus dit is een soort van opbergkamer. En hier hangen we ook de was om te drogen. Dan gaan we door naar... Hey Lily, ben jij ook? Kom, ga dan naar de woonkamer. Gaan we door naar de woonkamer. Hier ben ik zo blij mee. Het is zo fijn. We hebben hier de bank. Nou, dit is dus allemaal van de eigenaresse. Maar wat we wel zelf hebben meegenomen is het kleed. Dit is van mijn moeder. En ik heb nog deze schattige ronde kussentjes gekocht. Dus hier zitten we tv te kijken. En het is gewoon super gezellig. Ik vind dat ze dit super leuk heeft gedaan met die Decennio posters. En die spiegels ook heel mooi. En de lampen. Oh, ik ben echt fan van de lampen. Een beetje Bali-stijl. Dus dat is heel erg leuk. We hebben hier het kattenparadijs voor de twee kitties natuurlijk. En dan hebben we hier de keuken. En die keuken is ook super nieuw. Super blij mee. Hier ben ik elke avond sinds we aangekomen zijn heel fanatiekel aan de slag gegaan. Ik heb nog geen één keer niet gekookt. Dus ik heb nu volgens mij al meer gekookt dan in de afgelopen maanden in Malaga. En dan hebben we hier, last but not least, de eettafel waar we eten en waar ik werk. Dus ja, dit is ons appartementje. ¿Te gusta? Sí. Está super bien, hè? Hoe heb je het? We zijn naar het Amsterdamse bos gekomen om lekker even uit te waaien. En dat gaat wel lukken, want wat een wind, jongens. Het is al best wel laat, maar we hebben nog net even lekker de tijd om een uurtje te wandelen.
en misschien nog wat lekkers te eten bij boerderij Meerzicht. Ik heb Tony's jas trouwens aan. Jongens, ik heb dus geen gewatteerde winterjas. Die heb ik inmiddels besteld en als het goed is komt die volgende week aan. Maar het is hier zo koud en ik verkleum gewoon helemaal met die jas van mij. Dus ik draag nu steeds die van Tony. Veel te groot natuurlijk. My beloved had a vineyard planted with good vines, built a watchtower above it and waited for the wine. The fertile soil, when the time came, yielded only. Hallo! Hallo, het is de eerste keer dat we deze twee pluizenbollen met de deur open thuis hebben gelaten terwijl wij weg waren. Iemand is blij dat we weer thuis zijn. Ik ben blij hoe dat ging, maar volgens mij wel goed. Als Lin zo vrolijk is, dan moet het wel goed gegaan zijn. Even kijken waar Nemo is. Zo. Kijk jongens, daar hebben we ze. Dit had je toch nooit durven dromen. We hebben Nemo hier gewoon heel lekker chill zitten. En Lin hier. En dat vinden ze helemaal oké. Ze hebben er vrede mee. Wat doe jij, Linnie? Ja. Oh, het gaat zo goed. Vanavond eten we spersieboontjes in jachtsaus met vegetarische kipstukjes en aardappelpuree. En dit is echt mijn favoriete maaltijd ever. En Tony heeft me net verteld dat het ook zijn favoriete maaltijd is geworden. De hoesta? Mucho. Kevin, por fin. Oké, dat is mijn casa favorita. Kevin. Goedemorgen. Ik wilde deze dag even beginnen met een shoplogje van Chiquel. 4 items. Ik heb ook weer een kortingscode voor jullie op de collectie. Laura2020 voor 20% korting. En dit is geen betaalde samenwerking, maar ik heb de spullen wel gekregen. Dus het zijn hele leuke items, dus laten we zo beginnen. Oké, item nummer 1 is deze geweldige rok. Een knitted skirt. Het is een gebreide rok. Super mooi afgewerkt. Het is denk ik echt mijn favoriete item van deze keer. En het ideale is dus, kijk, hij is perfect voor de winter. Want als je naar het stofje kijkt, geeft hij ook echt dat, ja, dat wintergevoel. Maar door de kleur is hij ook ideaal voor bijvoorbeeld de lente of zelfs de zomer. Heel leuk met dad sneakers, met een colletje, maar ook bijvoorbeeld met een oversized trui. Heel leuk met zijn oversized trui. En je Dr. Martens. Tada, daar hebben we het volgende item. En zoals je ziet, dit is ook weer direct een leuke combi. Dus je kan er echt alle kanten mee op. Deze trui is nummer 2. En dat is gewoon een hele comfy, lekkere, warme trui. Vooral dat colletje is natuurlijk fijn. Met die wind in Nederland niet te doen. Even een snelle tip tussendoor. Als je je trui als een crop trui wilt dragen, dan moet je hem gewoon omhoog vouwen. En tussen je BH klemmen. En dan blijft hij echt prima zitten. Ik zal jullie de outfit ook nog even zo laten zien. Dat geeft er alweer een hele andere, ja, andere stijl aan. Deze trui is zo ongelooflijk zacht. Ik heb nog nooit zo'n zachte trui gehad. Er zitten allemaal kleine haartjes op. Oh, hij is zo lekker zacht. Dat is zeg maar geen kriebeltrui. En dat vind ik best wel speciaal. Want als je zo eroverheen gaat, voel je echt dat er gewoon allemaal haartjes op zitten. Zelfs mijn badjas zit niet zo zacht als deze trui. En dan sluiten we af met nog een toppertje. En dat is deze jurk. Ook weer met een colletje. Lekker warm. Hij is niet heel dik. Maar ja, gewoon prima voor deze tijden. Ik zou er een hemdje onder doen. En een panty. En zelfs dit is ook weer leuk met je dad sneakers. Ik had deze gisteren ook aan, maar dan met mijn Dr. Martens. En eigenlijk kan dit ook weer gewoon overal bij. Ik weet niet of het jullie is opgevallen, maar ik heb echt alles in dezelfde kleuren ongeveer besteld. Want ik ben tegenwoordig helemaal fan van die aardse kleuren. Love it. Misschien komt het wel door Lin. Lin, jij hebt mij geïnspireerd met die mooie vacht van jou. Nou jongens, stap 1 richting het verslaan van mijn rijangst. De laatste keer dat ik dit probeerde, eindigde het in een knallende ruzie vanaf mijn kant met toon en een paniekaanval. Dus wish me luck. Daar gaan we.
¿Qué tal, amorí? Ik had dus een kleine paniekmoment. Direct toen ik de auto inging, want toen viel die uit bij de rotonde, echt. Ik heb natuurlijk al een jaar, nou nee, we hebben deze auto nog niet een jaar, maar ik heb al maanden niet in deze auto gereden. En hij is heel, je moet echt goed indrukken en als je je voeten snel optilt, dan valt de motor al uit. In tegenstelling tot de Seat Ibiza van mijn vader die ik gewend ben. Dus ik had direct een paniekaanval, maar ik heb me daarna weer rustig kunnen houden en nu gaat het goed. Dus vallen en opstaan, hè? Hallo jongens, ik zit weer in mijn vertrouwde habitat in de Seat Ibiza. Ik vond het toch wel eng bam net om in de Volvo te rijden. Ja. En dan zit ik in deze en dan is het gewoon, dan ben ik helemaal niet meer bang. Dus ik weet echt niet hoe dat nou kan. Ik ben blij dat je al rijdt. Ja. Voordat je dit verleert. Ik zag je inparkeren, dat ging ook goed. Dus, de boom waar je naast parkeerde, die stond er nog. Dus. En wie hebben we daar? Tony. En Loes. La Loes. Je kan dat klepje opendraaien. Ja. Hou dat klepje even open en dan kan je hem zo vasthouden. Maar we gaan vertel van wat we gaan doen. We gaan even naar Amstelveen. Ja. Daar zijn jullie nog niet geweest, naar het winkelcentrum. Hebben jullie mij niet een keer meegenomen die kant op? Ja, jij bent er misschien wel eens geweest. Okay, ja. Maar ik kan er ook niks meer van maken. We kunnen wel een strandwandeling gaan maken, maar het weer laten dan doen. Moet ik mijn ketel pakken aan. Dus dat gaan we maar niet doen. Nou, dus, we zien elkaar zo. Ja, zo doen. Adios. Hallo jongens. We zijn weer thuis. We hebben niet gefilmd, maar ik heb wel iets gekocht, dus dat laat ik jullie zo zien. We hebben even boodschappen gedaan bij Appie en ik heb een tas vol spullen, truien en zo uit Purmerend mee. En nog wat dingetjes van mijn moeder, dus dat laat ik jullie zo even zien. Maar eerst alles uitpakken. Mijn garderobe is compleet. Enorm veel truien, dus daar ontbreekt het me niet aan. Je ziet precies wat ik dit seizoen helemaal leuk vind. Deze kleur natuurlijk, die aardkleuren. Maar ook dat mintgroene. Helemaal top. En ja, ik vind dit gewoon nog heel netjes, hè, qua hoeveelheid kleding. Dan heb ik hier wat dingetjes van mijn moeder aan toegevoegd. Zoals deze cutie hier. Ik wil nog even wat plantjes kopen voor erin. En dan heb ik deze nog. Dus even kijken of we een katvriendelijke plant daarvoor kunnen vinden. En dit is het tasje dat ik bij de Mango heb gekocht. Super cute. Ik had hier namelijk alleen mijn zwarte tas en zo kan ik een beetje variëren. We eten dus wederom stamppot, maar ik wil nog even een side note toevoegen. Want de vorige keer zeiden jullie allemaal, hoe kan je dat nou doen? Stamppot voor die arme jongen. Maar Toon is dus echt gek op aardappelpuree. En dus ook automatisch gek op stamppot. Zuurkool was alleen misschien even net iets te hoog gegrepen. Dat was wel erg oer-Hollands. En hij houdt niet van zure dingen, dus eigenlijk had ik dat kunnen weten. Maar hij is echt gek op hutspot, op stamppot, boerenkool, stamppot met andijvenspinazie. Dus dat zit allemaal goed. En dat gaan jullie ons ook nog heel veel zien eten deze winter. Hey guys, ik heb net een hele leuke bestelling geplaatst. En die ga ik jullie even laten zien. Margie de Palm and Head Swing Trio. En dan heb je deze vier plantjes. Dus die heb ik gekocht voor, het is €75 in plaats van 100. Nee, ik ben heel benieuwd. Die komen als het goed is overmorgen lekker hier aan. Die worden thuis verzorgd. Super chill. Ik ga lekker slapen. Morgen begint de werkweek weer. Dus we zien elkaar morgen. Goedemorgen! Eindelijk heb ik weer gerend. Ik heb in totaal, denk ik, anderhalve maand niet gerend. Door de drukte. En ik weet, maar al te goed natuurlijk, dat als je geen zin hebt, betekent dat niet altijd dat je ook niet moet gaan. Maar in mijn geval was het de afgelopen tijd gewoon echt zo chaotisch ook in mijn hoofd. En ik had weinig tijd. En ik voelde gewoon aan dat het oké was om nu een pauze te nemen. Maar ik ben eindelijk weer back on track. Ik heb mijn eerste run door Hoorn erop zitten. En het was zo fijn. Dus ik ben echt weer heel blij dat ik weer lekker aan het rennen ben.
En nu is het tijd voor een verdiend ontbijtje. Vandaag op het menu een tomatensoepje, volkoren pita's met vegetarische gyros. En natuurlijk Rosalia bij ons. Hallo guys, heel erg leuk nieuws. Mijn plantjes zijn binnengekomen. En wat een verschil al direct. Ik ga jullie even een korte plantentour geven. Ik zal de namen van de planten even hieronder in de beschrijving van de video zetten. Dit is de meest exotische plant. Het leuke aan deze plant is dat de bladen dichtklappen 's nachts. Hier zie je nog een dichtgeklapt blad. Ik weet niet waarom deze dicht zit. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Hier, zie je? En dan hier aan deze kant hebben we daarbovenaan nog een kleine plantenvriend. Lindy zat er de hele tijd mee te klooien, dus ik heb hem maar daar gezet. Maar het zijn dus allemaal huisdiervriendelijke planten, dus het is niet erg als ze het opeten. Maar ik heb het natuurlijk liever niet, dus er zijn wat trucjes geloof ik met azijn en met citrusvruchten. Oei! Waarmee je het zoveel mogelijk kunt vermijden dat ze die planten opvreten. Kijk, daar gaat hij alweer. En dit is de allerlaatste plant. Dit is de grootste plant die we in huis hebben. Ik vind hem super mooi. We zoeken nog een mooie pot ervoor. Dus dat ga ik misschien vanavond wel even doen. En ja, dat maakt ons huisje weer extra compleet. Hé, hey, Lini? Voel jij je al een beetje thuis? Oei, kijk, ze zijn al behoorlijke vriendjes. Hé? Ben ik hier toch? Nee? Hoe vind je het met je nieuwe baasjes thuis? Maar goed, we zien elkaar zo. Ik moet nu naar Amsterdam. Ik heb een afspraak met Talpa, met mijn agentschap. En daarna een hele leuke afspraak met Lotte en Sarah. Die kennen jullie natuurlijk wel. Dus we zien elkaar zo. Hallo, hallo. Ik zit hier bij Botanique voor de eerste keer. En het is nu al goed gekeurd, want ze hebben vega kroketten. Lekker. En kijk eens wie er zijn. Saar en Lot. Wij gaan iets heel erg leuks samen doen. Een heel leuk project. Mogen we daar al iets over vertellen? Nee. Nee? Sorry guys. Maar binnenkort. Hoe 2 weken ongeveer? Weken. Nou. Nou, laten we aanvallen. Daar zijn we weer jongens. ¿Qué tal? ¿Te sientes más o menos ya un poco adaptado? Bueno. ¿Me ha más que la semana pasada? Sí, claro. Un poquito. Sí, ¿y te está gustando o qué? Sí, no hace mucho frío. ¿A que no? No hace mucho frío. Yo prefiero que haga más frío, que llueva menos, pero... Ajá. Hombre, es que hemos tenido una muy mala semana, pero estos días ya mejor, ¿no? Bueno. Ese piquillo que tiene en los dientes. Tengo piquillo en los dientes. Estoy recibiendo muchísimas preguntas, en plan... Y Tony, ¿cómo lo lleva? Tendrá que acostumbrarse mucho, pero yo te veo muy bien. Sí. A ver, para estar todos los días aquí en la casa. Es que en realidad para ti todavía no ha empezado la vida holandesa de verdad porque no estás trabajando. Es una experiencia muy diferente al estar curando y todo eso, ¿a que sí? Pero bueno, mientras que tienes libre, estás disfrutando y sí. Podemos hacer cosillas. Así bien, ahora mismo. Sí, y me ayuda a mí. Bueno, jullie hebben al een beetje antwoord op jullie vragen. Voordat ik ga afsluiten, is het tijd voor... Spaanse woord van de week. En het Spaanse woord van de week is... Maceta y macetero, como era? Sí, por ejemplo, tú,
tú tienes la planta sin nada sí. y tienes aquello, por ejemplo, un macetero, en el macetero le echas la tierra y plantas la planta. Vale, super grappig, want ik heb nu ook een nieuw woord geleerd. Ik dacht namelijk dat plantenpot, bak, maceta was, maar Tony zegt me net dat maceta is waar de plant zeg maar in geleverd wordt, dus die plastic bakken waar ze in zaten en dat het pas een plantenpot is als je het weer overzet naar een andere, dus bijvoorbeeld die decoratie potten die we hier hebben, waar ik er nog een paar van heb staan. Dus we hebben twee woorden, maceta, en dat is dus dit. Esta es una maceta. Mm-hmm. Sí? Bueno, aunque eso es una maceta, pero así, tan grande. ¿Y esto? Macetero. Esto no es macetero. ¿Esto entonces qué es? Bueno, pues sí, lo puedes llamar macetero. Nou, dit is weer een mooi voorbeeld van hoe ingewikkeld het Spaans kan zijn. Pero no esto, esto lo podías explicar con aquella también. No, yo solo me estoy refiriendo siempre a esto. Pues con aquella también lo puedes explicar, ¿no? Pero eso es maceta también, ¿o no? Claro, esto mucho. Es un macetero. Esto es macetero. Y esto es una maceta, ¿no? Todo, ¿no? Una planta. ¡Ah, todo! ¡Ah! Vale, ahora te entiendo. Yo pensé, yo cuando hablo de maceta, hablo de esto. Eso no es una maceta. Esto entonces es macetero. Esto es una maceta. Y esto es una maceta, sí. Con la planta incluida. Bueno. Ja, dat entiendo yo. Nou, hebben we beide wat geleerd. Zo zie je, maar ik ben ook nog dagelijks aan het leren. Er zijn altijd dingen die ik niet weet. Dus ja, het blijft een uitdaging in het Spaans. Maar dat maakt het natuurlijk super leuk. Hartstikke bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Adios. Adios. Tengo cara de tonto porque estoy viendo estas cosas y no me estoy enterando. Y seguro que salgo así. Sí, salgo así porque estaba así. Place it on the Ouija board. I place it on the Ouija board. I place it on the Ouija board.